Sportnieuws nu. Voetballer Rijdo Meulens uit Almere is een opvallende versterking voor de tweede klasse ASV Dronten. De voormalig profvoetballer en oud-international van Curaçao komt over van derde divisieclub VVOG uit Harderwijk. En dat vraagt toch wel een beetje om uitleg. En dus bellen we even met Meulens. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben er nog. Ja. Waarom ga je spelen voor ASV Dronten? Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik heb die vraag ook al wat meer gehad om me heen. Na het seizoen bij VVOG, na gesprek heb ik aangegeven dat ik toch verder wou gaan kijken. Niet dat ik niet tevreden was hoor, bij VVOG. Ik heb het echt een toptijd gehad daar. Ja, wat ik eigenlijk bedoel, je gaat van de derde divisie naar de tweede klasse. Dat is een behoorlijke stap terug, lijkt mij. Ja, nee, dat klopt. In die zin is het inderdaad een stap terug. Maar goed, ik heb een goed gesprek gehad bij Dronten. En assistent-trainer bij VVOG, Patrick, die had me al gelinkt een tijd terug. En ik had aangegeven dat ik wel open stond voor een gesprek. Was toen nog niet heel serieus, maar naarmate wat gesprekken die ik ook heb gehad met John bij het rond, is me toch wel bevallen. Ja, Patrick Postma, dat is de trainer. Wat is je band met hem? Ja, ik heb afgelopen zo'n heel goede band met hem opgebouwd. In die zin van hij heeft toch ook als assistent laten zien dat hij wel inhoudelijk veel van voetbal af weet. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging bij Dronten. En hij wil daarmee stappen maken. En hij zag daarin met mij zeg maar, ook wel een belangrijke view om, zeg maar, om een bepaalde ervaring wat je meeneemt natuurlijk. Wat wordt je rol daar in de selectie? Ja, wat ze mij hebben aangegeven is dat ze mij zien als toch versterking voorin. Maar daarnaast ook met mijn ervaring en bagage die ik heb om dat over te brengen. Die jongens op sleeptouw te nemen dit seizoen. Dus dat lijkt me ook een leuke uitdaging. Dus, ja. Een leuke uitdaging, maar is dat ook een beetje op jouw lijf geschreven om de jonkies een beetje mee te trekken? Ja, denk ik wel. Ik denk inderdaad, ik heb toch wel veel meegemaakt in het voetbal. Dus en wat ik heb begrepen is dat er best wel veel talentvolle jongens bij zitten. Die ook leergierig zijn. Dus dan is het voor mij wel inderdaad leuk om daarmee aan de slag te gaan. Zeg maar. Ja. Heeft de ASV Dronten het nodig om wat ervaring in huis te halen wat dat betreft? Dat weet ik niet volledig. Maar bij het wegvallen van Wilco Braam natuurlijk. Wat een ervaren speler was, die stopte helaas mee, dat is jammer. Had graag met hem nog een seizoen willen spelen, maar daar valt dan wel iets weg. Dus daarin zocht dus toch wel nog extra ervaring. Ja. Je hebt altijd iemand nodig die het voortouw neemt, hè? En die rol krijg jij. Ja, niet zo zin. Er zijn denk ik nog wel wat meerdere ervaren spelers in de selectie. Maar goed. Een van die spelers wil ik al zijn, inderdaad. Ja. Hoe was de reactie trouwens van de voetbalwereld om je heen? Nou, ik heb nog niet heel veel reacties gehad. Maar goed, de reacties die ik heb gehad waren wel gewoon positief. Ook wel sommigen met een vraagteken natuurlijk. Waarom? Maar goed, de reacties waren wel positief, moet ik zeggen. Ja. Ja. Dus, ben je al begonnen met trainen? Voor mezelf meer. Dus, niet bij de club? Ja, bij de club hebben we een aantal trainingen gehad, maar die zijn nu gestopt. Dus in die zin ben ik nu voor mezelf wat bezig en om mezelf een beetje fit te houden. Ja, ja. Dat is ook wel weer belangrijk. Dankjewel voor dit moment. Ik wens je heel veel succes bij ASV Dronten. En als het weer kan, komen we aan de zijlijn eventjes meekijken. Ja, dat is prima. Ik wou nog wel even bij deze ook VVOG bedanken voor de afgelopen twee seizoenen. Ik heb er toch een fijne periode gehad. Belangrijke mensen die ik heb ontmoet. Die mij altijd hebben gesteund. Henk Drost, Laurens Sloot, Barend, Goos, Wim, Freek. Zal ik nogal wat namen opnoemen. Dus die wil ik toch even bedanken bij deze. Dat vind ik erg sportief. Maar dat ben je dus ook. Helemaal goed, dankjewel.
Fijne woensdag. Dankjewel. Ciao hoor.